bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Zo jongens, goedemorgen. Ik loop even naar Bobbeliert. Ik zag er allemaal drukke dingen aan het doen. Ik loop er even heen. Even kijken. Zo, Appie. Goeiedag. Hallo. Hey, ik laat even zien aan de kijkertjes thuis wat je aan het doen bent, want je bent lekker bezig. Klopt. Vertel, wat ben je aan het doen? Een halster aan het maken met loembandjes. Een halster met loembandjes. Ik heb er beneden al eentje die al af is. Ja. En deze die ben ik nu aan het maken. Oké. Okay. En heb je dat, dat doe je met de hand? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Allemaal met de hand. En dan doe je hem hier, want ik heb dus deze al gemaakt. Ja. Wat blijft dat zitten dan? Ja. En waarvoor is het dan? Gewoon voor de sier? Ja. Gewoon omdat ik het leuk vind. Gewoon omdat je het leuk vindt. Ja. Gewoon omdat het kan. Ja. En dat ik voor iedereen een eigen hals wil maken, dus... Kijk, dan heb je dus dit. En die moet ik alleen nog hierboven en hieronder. Dus... En dan is die af. Geinig. En dan hier zo kan ik hem nog loshalen. Want iedereen heeft daar ik heb wel ooit geloemd, denk ik. Hoop ik. Maar... Die hele milieu. Ja, daarom. Die elastiekjes. Daarom. Maar echt. Normaal als je dit niet... Kijk, ik heb hem dit keer vastgeknoopt. Maar anders zou dit weer helemaal uit elkaar vallen. Ja. Dus daarom heb ik er even snel een knoopje in gedaan. Maar je moet net weten even, het is gewoon zo'n knoopje die je ook weer heel makkelijk uitkrijgt. Ja, die elastiekjes waren toch wel een drama voor het milieu. Dat is wel... Ja, ik heb hier echt... Oh ja, je hebt nog een doos vol. Hier heb ik ook allemaal. Ja, maar dat is echt jongens, wat een ellende was dat. Ja, maar ja. Ja, het is voor het milieu niet goed. Nee. Maar goed, hey, ik kom je eigenlijk halen, want we gaan even appie eten. Is goed. Even voor de duidelijkheid, zaterdag, manege niet doorgegaan. Vertel. Nee, er waren opeens 4 zieke afmeldingen. Van de groep van 6? Van de groep van mij. En ja. Dus moest het helaas kon het niet doorgaan, want dan stond ze maar voor 2 mensen te lesgeven. En wanneer gaan jullie dan? Maandagavond. Oké, okay, maandagavond. Is ook wel leuk. Ja. Hopen dat het droog is dan. Ja, nu, ja, nu was het mooi weer, dus dat is wel jammer. Ja, het is echt heel goed weer. Ja, had ik wel graag... Had je wel graag... Had ik wel graag willen staan. Maar goed, ja. Het is niet anders. Hè? Soms moet je een beetje aanpassen. Ja. Er ligt nog elastiekje naast. Ik zie er eentje liggen aan de zijkant nog. Hier, deze. Ja, dus... Zo'n haakje. Kijk uit voor de poesjes. Ja, dat... En als je niet goed dicht gaat, dan zit er wat tussen. Ja. En een beetje... Deze doos heb ik al heel lang. Is een beetje verbogen aan alle... Ja, dan moet je begeleiden. Nog 1. Dat is 2. Kijk, hij is een beetje verbogen. Ja. Ik heb hem ook al best lang. Alright, we gaan eten. Yes, let's go. Schoenen aan, vertel, waarom? We gaan bij een kater kijken. Kater, vertel. We hebben dus een kater gevonden voor Rosie en Marley. Oké. Okay. Nou ja, we moeten nog even kijken, maar... Ja, ja, je gaat op bezoek. Ja. Oké, okay, nou spannend. Want de dames die zijn klaar voor een kater. Nee. Yep. Oh, niet? Nee. Oh. Zijn ze cross geweest? Nou, we zijn nog veel te cross. Oh, okay. Goed, maar ja, ze zijn wel cross geweest. Je kan wel even gaan kijken nu. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja, goed. Dan kan ik eerst even. Papieren bij je? Ja. Stamboom. Kijk, heel goed. Klein. Goed, we zijn er. Ja, ja. Alright, we lopen even heen. Je nummer, weet je, dus we lopen even erheen. Oversteken. Ja. Zo, hop. Hier. Hey, je hebt al een poesje. Ja. Vertel. Ik ga deze meenemen. Nee. Dat meen je. Dat is zo schattig. Leuk, hè? Dat is zo schattig. Ze heeft het ook in het op mijn schoot gelegen. En hoe oud is ze? Ze is nu 14 weken of zo, volgens mij. Okay. 16? 16 of 14, weet ik niet. Oké, okay. Wat hebben we nog meer? Hier hebben we er nog één. Dit is Roos. Oké. Okay. Hé, hey, je hebt een Rosie. Ja, enige naam die ik weet. Ja. Maar deze is echt super lief. Die heb ik net ook dit met mee zitten knuffelen. Dit is ook een Maine Coon. Ja. Oké. Okay. Ja, en het ligt er ook nog in een plantenbak. Goed. Er zit er ook nog een paard binnen. Oh, hier nog één.
Oh kijk, het ligt lekker in de schaduw. Ja, het is lekker koud. Lekker, en wie is dit dan? Dat weet ik niet. Maar hij is een poesje of een man, een katertje? Volgens mij kater. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hey. Maar waar ging het om? Het gaat natuurlijk over de kater. Ga jij maar naar binnen? Mogen we naar binnen? Ja, ga maar naar binnen. Oh, mag dat? Moet ik eerst deze open doen? Ja, oké, okay, zo. Zo, want ik ga er niet overheen klimmen. Ja. Ja, of zo. Dan doe je die onderste dicht. Kan ik hier binnen? Zo, ja. Kijk, deze. Ja. Die heeft zo'n extra poot. Ik ga even je poot lenen. Oh ja. Kijk, okay. Zie je? Die heeft. Nee, mag niet. Oh ja. Je hebt zomaar 6 tenen. Ja. 6 tenen. En dan heb je er. Wow. Hier bovenop nog eentje liggen. Ja, die kijk je nu heel eng aan. Ja. En als. Oh, kijk, hier ligt er nog één. Hier ligt er eentje. Moet ik hem even filmen? Ja, doe jij hem eventjes. Hij is wel zwart, dus misschien, ik weet niet of jullie hem... Kijk, ja, hij ziet een beetje wit, want hij heeft een beetje witte pootjes. Maar... Hij is zwart-wit. Ja, zwart-wit. Dus, inderdaad. Je hebt dus een zwart-witte. Een grijze. Een grijze, kijk die grijze, die kijkt. Oh, hij ziet het pluimpje van de microfoon. Ja. En dan deze rood-witte. Okay. Zo, en die heeft die hele grote poot. Ja, wacht, kijk. Kan je dat nou eens een keer kijken? Zo. Gaat, ik ga even je poot lenen. Als je het heel, ja, hij is echt onwijs groot. Ja, kijk. Sorry. Kijk. Sorry, zwaar. Kijk, ja. Hey. Kijk, en nu zie je heel goed die poot. Ja, ja, rustig, een extra, een beetje een high five, hè? Dat kan zo, ja. Je kan zo, zo high five. Ja. Oh, jij bent ook mooi. Ja. Tjoek. Ja. Die is echt heel groot. Ja. Een grote kop, hè? Ja. Rood-wit, dus die kan tegen die rode. Ja, die kan tegen roosje, inderdaad. Ja. Nou. Ja, even daar naartoe voordat je naar buiten schiet, denk ik niet. Ik heb een gekke tenen zo, joh. Ja, het is echt apart, hè? Ja. Kijk, gekke tenen zo. Net of die op zijn handen loopt. Ja, het is heel erg apart. Dat hij zo loopt. Leuk. En heb je hier ook nog een kooi? Oh, daar heb je nog eentje? Oké. Okay. Ja, maar ik weet niet. Oh, ligt er een kat in? Nou, ik ga even kijken. Ja. Wacht even. Oh, liggen. Ja. Kijk, deze is een beetje bang. Oké, okay, maar dat komt vanzelf. En heb je deze? Dit is echt onwijs mooi. Wat is dat dan? Het was volgens mij een Siberiër. Ja, dat is een Siberiër volgens mij. Hè? Leuk, hè? Maar die heeft echt hele mooie blauwe ogen. En die heeft nu lekker zijn oogjes dicht. Okay. En er zitten er ook nog een paar binnen, denk ik. Maar goed, wij gingen in ieder geval voor de katers. De katers, dus die zit in het andere hok. Hè, deze ook. Het zijn allemaal jonge dames. Ja. Lekker hoor. Leuk. Ja. Topper, kan je. Ja, je loopt wel weer buiten. Ja. Vertel. Was leuk? Ja. Ja, ja, je vindt die poes natuurlijk leuk, hè? Ja. Maar het gaat erom, hoe vond je de katers? Ook mooi. Ja, mooi. Ik hè? Heb groot, natuurlijk niet heel veel naar de katers gekeken. Ik heb eerder naar het kleine poesje gezeten. Dat is eerder wat de hele dag in mijn hand. Klein is altijd leuk. Ja, dat is het enige wat eigenlijk dit in mijn hand heeft gedaan zitten. Maar inderdaad, de katers waren echt wel heel groot. Ja. Vooral die rode, die waarschijnlijk dan op een roosje of zo gaat. Moeten we eens even kijken. Die is echt... Nou, we gaan nu naar huis. Enorm, ja. Ja, en zo ben je natuurlijk aan het lopen voor de poesje. Ja. En zo lopen we alweer buiten. Ja. We gaan even de uilenballen. Ja, we hebben die we vorige week zagen liggen. Ja. Die gaan we even proberen te pakken. Yep. Want we gaan even kijken of we dat komende week kunnen onderzoeken onder de microscoop. Oh. Jullie weten wel, de nieuwe microscoop die we vorige week natuurlijk hebben gekocht. Die. Ja, die. Dus dat gaan we doen. Ja. En we gaan gelijk even kijken of er misschien nog een drilletje is die we kunnen gaan redden. Ja. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Ja, dus we gaan even kijken. Een bootje. Zo. Kijk jongens, het is al een stuk droger. Er zit al steeds minder in. Dat we natuurlijk al een beetje dachten. Dus we gaan even kijken. Zie je nog wat? Ik zie niks meer liggen. Nee, ik ook niet. Ja, je moet even kijken, hè. Misschien loopt er nog ergens. Misschien ligt er nog ergens wat. Maar het wordt al steeds droger hier. Dus ik denk dat je je redding goed hebt gedaan. Ja, dat denk ik ook. Ja. Even kijken. Hé, hey, kijk hier. Wat is er? Een kikker. Een kikkertje, oké. Okay. Oh ja, een klein groen kikkertje. Daar ja. Ja. Zal ik een pak op proberen? Ja, dat moet lukken.
is heel... Het wordt er steeds dieper, hè? Daar zit hij. Ja, ik zie hem. Het is een groene kikkertje. Ja. Echt oppassen. Ja, het is er weer weg nu. Waar is die nou? Hij zit daar achter het takje. Je had er bijna. Klein stapje. Oh ja, ja, ik zie hem nu weer. Oh ja, nu weer. Dan moet je sneller weten. Bijna is hij naar beneden gedoken. Ja. Hij ziet jou als een reiger. Ja, tuurlijk. Snap ik. Ja. Dat was een groene kikker. Ja. Ik zag daar ook iets bewegen. Oké. Ik weet niet of het een kikker is. Nou goed, in ieder geval er ligt geen drill meer. Het zou wel geen kikker zijn geweest, maar... Ja. Het kan hooguit een kikkertje zijn. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar goed, de redding is in ieder geval een succes geweest. De redding is een succes geweest. Ja. Dat is het belangrijkste. Goed gedaan, Api. Ja, nu moeten we nog bij de elk. Ja, dan gaan we kijken voor de elk. Alright. Daar gaat hij. Je hebt iemand gegraven. Ja, ik een hond. Kan ook. Dan moet je zachtjes lopen. Hij zat dus in die struitje. Rechts, links daar. Zit hij er? Nou, dat weet ik niet. Moet je rustig lopen. Kan, maar ik kan ook dat gewoon een... Je hebt natuurlijk een onopvallend t-shirtje aan, zie ik. Ja, daarom. Ja, loop maar. Ja, ik moet even kijken. Kijk, hier zit ook allemaal poep. Je moet ook helemaal boven zitten, hè? Ja. Ja, daar vliegt hij weer. Ja. 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 Baby eentje. Ja. 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 Loop maar. Lopen. Kijk, zie je hem nou? Hij loopt daarheen. Ja. Zo. Zag je hem nou, Son? Zag je hem? De L. Ja, de L. Ach. Ja. Ja. Ja, die L waarschijnlijk ook. Misschien zijn we dan net... Misschien hebben we die baby eentjes gered. Ja, dat zal me niet verbazen. Nou goed, dan moet je even zoeken naar die uitballen. Ja. Daar zit een deze eruit dan. Ah, ik ga even mijn emmertje pakken. Ja. Mijn bakje. Dus dan moet je nu even kijken. Hij zat hier, ja. Hier, hè? Ik zie er al een. Oh ja, er zit ook een. Ga je nu gewoon pakken? Ja. En hier rechts van je ligt er ook een. Het is helemaal hard, joh. Ja, het is een uilenbal, hè. Het is een... Even kijken, hoe nog meer? Kijk, hier liggen in de busjes. Even kijken, hoor. Niet meer. Ja, daarachter helemaal, maar... Daar ken ik niet zo goed bij. Misschien dat ik... Zie je er niet meer op dit moment? Hier wel. Kijk. Oh ja, ligt er ook een. Oh. Hier ook. Nee, dat niet. Ah, drie is genoeg. Ja, dat niet. Moet je even in het bakje gooien nog? Ja, ik heb hem ernaast gegooid, zeg. Laten we eens kijken. Ja. Voor al die takken, dat is echt... Oké, okay, nou. Kijk jongens, dit is een uilenballer. Even inzoomen. Zoom even voor ons, als je aan het eten bent. Nou ja, dan moet je kijken als het eten bent. Zie je? Hartstikke goed. Nou, de deksel erop, die gaan we de komende weken nog even stap bekijken. Sorry mama voor je bakje. Ja. Er zit een uilenbal in. Wie is die mevrouw dan aan de overkant? Son! Jeetje. Gaat goed daar? Ja hoor. Oké. Okay. Oh, ze is weer bezig met haar hobby. Ja. Ja, dat kan. Zie ik het op. We gaan eruit. Goed, daar gaat hij. Misschien hebben we toch nog een baby eentje gered. Ja, dat, kijk, die L die zit natuurlijk te jagen daar. Ja. Die zit natuurlijk een beetje daar te wachten.
Tot er een prooi voorbij komt. En dat was een hele lekkere. En dan zal het overdag zal het natuurlijk niet zo erg zijn. Nee, maar in de nacht. Maar in de nacht natuurlijk, die muisjes. Ja. Hè? Maar goed. En baby eentjes. Ja, hij vloog natuurlijk deze kant op. Hij vloog hier naartoe. Dus hij vloog hier. Dus misschien zie je hem wel zitten. Geen idee of hij nog verder is gegaan. Ik zie hem zitten. Ik zie hem zitten, jongens. Ik zoom even in. Kijk, daar vliegt hij. Hij ziet ook ons. Daar gaat hij. Zo! Daar gaat hij. Hij gaat. Hij vliegt naar die grote boom daar. Hij is daar in een boom gaan zitten, hè? Ja. Heb je gezien waar? Ja. Waar dan? Ik moet hem alleen even zoeken. Maar ik weet wel volgens mij welke boom. Ik moet even zoeken welke tak. Nou, ik weet niet of ik hem goed op de camera had. Maar hij zat er wel. Maar hij zat er wel. En weer voor de tweede keer. Dat houdt in dat het een vaste plek is voor hem. Ja. Dus dat... Moet goed in de gaten houden. Even goed in de gaten houden. Is wel leuk. Ja. Nou, top. Hey, heel goed dat hij daar zijn nest maakt. Die aardeballen laten we gewoon even drogen. Ja. En dan kunnen we die manier later een keer bekijken. Ja. Misschien een tweede paasdag of zoiets. Ja. Dus dat is ook een optie. Inderdaad. We gaan nu even naar huis toe. Yes. Kijk. Volgens mij zag ik iets voorbij drijven. Ja. En volgens mij is het een dode snoek. Ja, echt heel groot. Moet hij eruit? Nou ja, in principe niet, want die stinkt natuurlijk uren. Ik vraag wat moet hij eruit? Hij ligt al wel een tijdje. Ja, hij is al opgezet. Kijk, dat is een grote. Zo, een plant in zijn mond. Nee joh, takken. Oh, ja, ja, dat is gewoon onderhand erbij gekomen. Cool. Bij jou? Ja, hij drijft gewoon door. Ja. Zo. Woe! Ja. Nou, hoe oud zal die zijn? 2 weken? Nee joh. Nee joh. Die is al een paar jaar oud. Oh, hoor. Op die manier. Ja, heel. Nou, de ogen zijn eruit gegeten. Ja, ik wou zeggen, hoe lang ligt hij er al? Hoe lang ligt hij er al? Joh? 2 weken of zo? Dat bedoelde ik. Ja, ja, ja. Die ogen zijn er al uit. Maar goed, zulke grote vissen kun je dus ook opvissen hier. Ja, je zit hier genoeg in het water. Ja, jij hebt nooit wat. Ik heb alleen maar, als ik aan het vissen ben, heb ik nooit wat. Maar je ziet ook helemaal dat het bij sommige plekken helemaal het vlees al is. Nu gaat hij hard, wat is dit? Ja, de stroming. Stroming. Nou, cool. Tot ziens, snoek. Pak of zo. Nou, daar gaat hij. Doei. Hij zwemt weg. Ja. Mooie begrafenis. Ja. Doei. Doei. Tot ziens. Tot ziens. Nog niet klaar met de loemband? Nou ja, ik ben nu wel klaar met die ene. Ja. Die ik aan het maken was. Ja. Nu ben ik een andere aan het maken. Oh, oké. Okay. Dus ja. Hoe hebben de dames? Vier nummer 3. Ja, Rosie die is... Boven denk ik. Ik weet niet. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Miauw, miauw. Ja, ze ruikt al de hele tijd, echt. Aandacht. Aandacht. Ja. Aandacht. Ja. Aandacht. Hou je mond. Aandacht. Je hebt genoeg aandacht. Daar zitten ze al bij je. Kom dan hier, maar je komt ook niet hier. Ja, dat is niet mijn schuld, hè. Kom de vissen komen jou kijken. Hallo visjes. Hallo. En de visjes, hè? Vissen komen jou kijken, hè? Ze komen allemaal. Kijk, kijk die. Dit is ze. Dit is een grote. Let al even op haar. Kijk. Hier. Zie je de visjes niet? Wel. Mm-hmm. Het is mooi te spelen.
tuin? Dat is jouw tuin, hè, met de visjes. Visjes buiten spelen. Kijk, komt hij weer. Kijk, ze vinden jouw aandacht. Kijk, ze wil je graag even knuffelen. Kijk, die is zo. Kijk dan. Kijk, die wil met jou knuffelen. Ze zijn allemaal wel knuffelig vandaag. Kijk, die gele komt ook steeds. Kijk, komt ook. Dat deed hij vorig jaar ook niet. Minder. En deze witte die komt steeds. Zou je het ook zien? Kijk. Daar heb je ze. Vriesjes. Ja. Ik leg hem op zon. Ja. Ik heb nog even aan het ga je proberen? Nou, even proberen ze niet hier aan op te flutsen. Dat is punt 1. Ja. Zodat ze het ook even gewoon omhoudt. Zonder dat ze zich helemaal ophangt. Okay. Nou, ik zou zeggen, laat de hond maar uit. Oh nee, de kat. Het is een kat. Ja. Nee, die blijft wel liggen, ja. Ja. Net zoals ze gelijk met de voet vast. Niet daar aan zitten. Doen alsof het niet bestaat. Nee, niet daar aan bijten. Het is lief. Ga maar staan. Als je gaat staan. Nee. Pas niet hier doorheen. Dan had ik niet daar doorheen, maar... Dat klopt wel. Dat past niet, nee. Dat past niet. Ga op je voeten. Nee. Op je voeten. Kan je lopen? Ja, ga maar lopen op je voeten. Oh, sorry. Nou, dat... Groot succes. Ja. En Marley dan? Oké, Marley is nog wel. Nou, eet smakelijk. Dank je. Ja. 2 glazen wijn. Mm-hmm. Oh. En voor mij en voor jou. Echt waar? Mm-hmm. Oh. Oeh. Ben ik niks meer waard vanavond? Nou, probleem. Oeh. Oeh. Ja, lekker. Neem er dan een paar, dan wordt heel gezellig. Oh ja, of niks meer. Ook nou, leuk. We gaan het zo zien. Nou, proost hè. Ja, cheers. Wacht. Proost. Proost. Wat is er aan de hand? Wat is er? Baby eentjes. Oh hier. Hoeveel zijn er nog? 3. Oh. Oh. Nou, dat gaat wel heel hard aan toe. Mam, ga snel terug bij je baby's. Nou, er waren afgelopen week waren er volgens mij een stuk of 10. Ga snel terug bij je baby's. Oh nee. Ga snel terug bij je baby's. Ga. Goed zo. Oh my god. Sst. Ik wil hem wegjagen, want anders... Mam, ga snel terug. Dus doe je je baby's nog pijn? Wacht. Dat is er. Wat ga je doen? Leg hem neer. Wat ga je doen dan? Er liggen genoeg korrels, ze hebben al genoeg korrels. Ja, maar om de mannetjes weg te houden. Ja, dat gooi ik hoor. Dat is de bedoeling. Ja, gooi maar. Zo, hoor. Nee! Juist. Nee. Ja, dan moet je hiervoor niet hier gooien. Je moet zelf, je zegt het zelf neer. Ja, dan... Ja. Ik hoopte dat mijn moeder daar bleef en vader één daar, maar... Niet dus. Nee, ik niet. Ja, dat ga ik in de afdeling. Oh, wat is dit? Ja, hey. Oh, dierenrijk.
Wat een dierenboel hier. Oh. De vogel. Oh, nou valt die neemt die vogel mee. Oh. Ze gelooft ook alles, hè. Oh. Wat een soepkip. Sjonge, jonge. Ja. Wow, wat een trillingen. Wow, voel die trillingen hier. Het zit alleen in de verkeersknop, mag ik? Oh. Jeetje jongens, de hele grond trilt. Dan moet ik mijn andere been voor, dat kan ik niet. Daar moet je over, hè? Kom ik ook niet. Die ene die jaag je helemaal weg. Leuk, daar zijn ze. Ja, leuk. Ja, die hebben voor dan. Er zijn geen bolletjes meer. Nee, ze hebben geen bolletjes meer. Er drijft genoeg bolletjes in het water. Hallo. Achtertjes. Slecht, hè? Ja, die witte. Die witte moet je pakken. Ja, maar je moet er niet gaan opeten. Ja, ze eten al van die bolletjes. Daar liggen ze. Ze drijven er nog. Kijk, ze eten ze nog. Oh, er komt weer een vader aan. Ja, die een van die vijf. Nee, die vader is gemeen. Oh, oké. Okay. Deze niet, deze vader. Ja, misschien hoort deze er wel bij. Kan. Ja, je weet het niet, hè? Het zou me niet veel verbazen, want die andere vader is wel gemeen. Dus ja. Oké. Okay. Oh, zon gaat nog even verder. Ja, hier zit ook wel. Ja. Nog even mijn sieraden omdoen. Voordat ik ga slapen, ik heb namelijk net in bad gezeten. Dus dan doe ik ze even allemaal af. Nog even mijn sieraden omdoen. Voordat ik inderdaad ga slapen. En vandaag hebben we natuurlijk helaas geen paardrijden gehad. Omdat er opeens een paar zieken kwamen. Of afmeldingen in ieder geval. Geen idee of ze ziek waren. Maar in ieder geval, vandaag helaas geen paardrijden. En ik heb mijn kamer opgeruimd. Ja, een hele prestatie van mij. Maar in ieder geval, dit moet ik ook nog doen, maar oké. In ieder geval, ik hoop je genoten van deze video. Ik in ieder geval wel. En dan tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!